Ik denk dat het initiatief van de dorpsraad om te laten zien dat de omloop en Oostersplaat hoort een heel positieve initiatief is. Ik wil daar iets over zeggen. Toen 24, 25 jaar geleden de omloop voor het eerst in Oostersplaat startte, toen was het een happening. En die happening is uitgegroeid tot een eilandelijke happening met voor de tiende omloop, een aantal deelnemers van 1100. En het product omloop was een product dat ging een wandeltocht van 110 kilometer over de buitendijken van Fourier-Overflakke. Langs de natuurgebieden over het strand. En dat alleen was de omloop. En al de andere Rembrandt die daar later bij is gekomen, heeft naar mijn mening de omloop geen goed gedaan. En of je nou een Oostersplaat start of een middelharnis, dat maakt niet uit. Waar het om gaat, is dat er een goed product is van de omloop Fourier-Overflakke. Dat bestaat al 23 jaar met start en finish in Oostersplaat. En als er minder deelnemers komen, dan moet je het product niet gaan veranderen, want de Italiaanse ijskoman die gaat ook geen IJslands ijs maken om meer klanten te krijgen. Nee, die gaat ervoor zorgen dat hij voor het Italiaanse ijs meer klanten krijgt door middel van reclame, marketing, weet ik het allemaal. Wat voor truc je daarvoor kan gaan verzinnen.
Gaan we nou verder? Ja, we gaan! Jongens, succes allemaal! De omloop Goeree-Overflakke is een omloop, is een wandeltocht. En de wandeltocht is vandaag wel gelopen, met allerlei andere aspecten daarbij. Maar de omloop Goeree-Overflakke is naar mijn mening vandaag en gisteren niet gelopen. Dames en heren, en ik hoop dat iedereen niet hier is, maar vooral die dit niet hier zijn, dat de lopers het mij niet euvel duiden dat ik hier iets van zeg, want de lopers leveren toch nog een prestatie. En waar het om gaat is, en ik neem het bestuur van de omloop ook niets kwalijk, toch vind ik dat ik een zondebok mag aanwijzen. De zondebok is de nieuwe gemeente Goeree-Overflakke. Die heeft het mogelijk gemaakt dat de omloop Goeree-Overflakke niet startte en niet finishte in Overflakke plaats. Ik heb de vergadering bij mogen wonen waar raadslid Heintjes het had over de vitale kernen. De vitale kernen, wat zo'n belangrijk uitgangspunt is van het nieuwe gemeentebestuur van Goeree-Overflakke. Ik heb wethouder van de Vlucht de omloop in zijn beantwoording op de vragen van Heintjes horen verkwanselen. Ik houd deze mensen daarvoor verantwoordelijk. Ik daag dan ook de nieuwe burgemeester, Anna Groteboer Dubbelbom, die van de week in dienst komt, uit om de allereerste beslissing te nemen met haar nieuwe college dat de omloop weer terugkomt in Oostplaat. Ik heb het gezegd, ik dank u voor de aandacht.